Ik heb gewoon wat zin om iets lekkers te maken en het worden gebakken kippenlevertjes. Voordat ik de kippenlevertjes ga bakken, dan ga ik dat het eerst even in kleine stukjes snijden. En dan ga ik het eventjes 1 minuut koken. En waarom doe ik dat? Dan wordt het lekker mals als je het gaat bakken. Dus je laat hem maar gewoon even lekker 1 minuutje koken. En als dat gebeurt, is een spoel in het pan met koud water. Ik weet net of het warm is, maar dat zijn natuurlijk de gekookte kippenlevertjes. Even opspoelen. Even na laten lekken. En dan even op keukenpapier. En ook eventjes goed even droog deppen. Anders krijg je later al dat vocht in de pan als je het gaat bakken. Nou, dan ga ik even de knoflook persen. In een klein knoflookpersie. En als dat dan gebeurd is, dan ga ik de uien eventjes in blokjes snijden. En dan ga ik de rode paprika eventjes in dunne stiertjes, dunne reepjes eventjes snijden. En dan even boter in de pan met een beetje olijfolie. Als de boter uitgebruist is, dan doe ik meestal wat olijfolie bij. Dan ga ik eerst de paprika ga ik eerst even bakken. Dat het namelijk meer tijd nodig heeft dan de champignons in de uien. Die doe ik dan gewoon later bij. Wat kruiden erop. Ik gebruik meestal wat bieslook, peper en zout. Even lekker eventjes garen. Ik ook eventjes lekker pruttelen. Ik doe het daarna eventjes in een steelpannetje. En dan laat ik het ook nog eventjes even pruttelen. Wat boter in de pan, wat olijfolie. Even goed heet laten worden. En dan doe ik de kippenlevertjes erin. Nou, ik ruik het nu al. Het is een heerlijke. Als je van kippenlevertjes houdt, tenminste. Veel mensen houden niet van orgaan en vlees. Ik wel. Wat peper en wat zout. Ik gebruik zeezout. De molen. Peper erdoor. Eventjes omroeren. Nou, dan doe ik er wat armagnac door. Ik doe er niet in één keer te veel in. Ik wil er geen vlam in krijgen. Flamberen, daar hou ik niet zo van. De hele boel weer vies. Nou, dan doe ik dan daarna bij het geheel, dan doe ik daar de kippenlevertjes, voeg ik eraan toe, bij de groentes. En daar doe ik wat kookroom doorheen. En dan laat ik het geheel nog eventjes lekker pruttelen. Nog even lekker garen. Nou, als ik daar klaar mee ben, dan ben ik ook bijna klaar. Dan doe ik het allemaal in een klein bakje. Dan kan je dan uitserveren aan tafel. Maar ik heb het alleen voor mezelf nodig, dus ik gebruik er een gedeelte van. En het andere, dat gebruik ik lekker weer voor vanavond. Ga ik lekker opbakken. Kijk eens wat lekker zeg. Daar doe ik dan ook nog wat aardappeltjes bij. Wat Parijse aardappeltjes. Met wat? Met wat spinazie. Ik ga even de aardappeltjes op het bord doen. Wat spinazie erbij.
En dan komen de heerlijke, de overheerlijke, exquise kippenlevertjes erbij. En wat zal dat weer lekker smaken. Een beetje kookvocht erbij. Eet smakelijk.